Het nieuws uit Enschede van maandag 30 januari. Bewoners van het buitengebied komen in actie. En we hebben een nieuwe stadsdichter. Ik spiegel mij in lege etalageruiten. Steeds kaler wordt mijn stad, nu vele winkels sluiten. Goedenavond. Bewoners in de buitengebieden van Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Losser moeten meer voor hun glasvezelaansluiting gaan betalen dan vooraf afgesproken. Als het aan SIF ligt tenminste, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de glasvezelnetwerken. Huishoudens in het buitengebied zouden €9,95 extra per maand betalen, maar SIF zegt nu dat dit substantieel meer wordt, zonder daarbij een exact bedrag te noemen. De gemeente en bewonersinitiatief Twente Glas gaan hier niet mee akkoord. Er heeft al een spoedoverleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen, waarin aan SIF is medegedeeld dat zij aan de afgesproken voorwaarden gehouden zullen worden. En dat betekent ook dat het glasvezel dit jaar aangelegd moet worden, maar het glasvezelbedrijf heeft al aangekondigd dat het wel zomer 2018 kan worden. Margot Veldhuizen is de nieuwe stadsdichter van Enschede. Zaterdagavond werd in het muziekcentrum de finale ronde voor het stadsdichterschap gehouden. En daarin stond ze tegenover Dick Schluter. De jury koos voor Veldhuizen vanwege de klankrijkdom van haar gedichten. Ze is nu tot februari 2019 de stadsdichter van Enschede. Het is zo dat je voor de stadsdichtersverkiezing 5 gedichten in moet sturen. 2 nieuwe gedichten en dat moeten stadsgedichten zijn. Dus die gaan echt over Enschede of over jezelf. En daarna is het dan nog zo dat je een gedicht van jezelf mag voordragen. Wat ook een ander thema kan hebben, zal ik maar zeggen. Dan fiets ik door de straten, kijk met bewondering om me heen. Zie hoe haar wonden zijn genezen, zoals mijn stad is er maar één. Er zijn 3 kinderliedjes genomineerd voor de Willem Wilminkprijs. Vanaf dit jaar wordt de prijs voor het beste kinderlied jaarlijks uitgereikt in Enschede. De 3 kanshebbers zijn de liedjes Een Televisie, Optellen van Breuken en Jouw Truc. Op 11 februari wordt de winnaar bekendgemaakt. En dat gebeurt in Theater De Kleine Willem tijdens het Big Bang Festival. In de wijk Oost-Boswinkel wordt al maanden volop gebouwd. De oude huisjes zijn gesloopt en er komen duurzame woningen voor in de plaats. Zowel koop- als huurhuizen. Een deel van de huizen heeft zonnepanelen op het dak. En vanmiddag werd als symbolisch moment een lantaarnpaal aangezet door enkele bewoners die straks terugkeren in de wijk. 3, 2, 1, 0, go! Ja! Applaus! Duurzame led hier. Nou, ik denk dat we met deze wijk een behoorlijke stap verder zijn gegaan met het energieconcept wat we hier doen. Dus de woningen die, je hebt natuurlijk het bouwbesluit, maar deze woningen zijn, die voldoen aan de nieuwe wet op de energieprestatievergoeding, waarbij ze in principe 0 op de meter zijn. Ja, en die grote stap extra, dat maakt het bijzonder duurzaam. Je moet gewoon dit als standaard, 0 op de meter is standaard als je nu bouwt. Deze huizen staan er 80 tot 100 jaar als het goed is. Dus als je dan nu niet al begint met de energievoorziening van de toekomst, ben je wel een beetje dom bezig. Bewoners zijn helemaal meegenomen in het hele proces. Aan de voorkant, aan het begin zeg maar, hebben ze meegedacht over hoe de wijk eruit zou komen te zien. Hoe de woningen eruit kwamen te zien, waar ze kwamen te wonen. Ze hebben met elkaar ook kennis gemaakt. Dus op allerlei manieren zijn mensen continu bezig geweest om mee te denken en mee te bouwen in feite aan de nieuwe wijk. Dus mensen kennen elkaar al voor een stuk. En we denken dat dat proces straks gewoon weer verder gaat als ze hier 1 keer wonen. De bewoners van het buitengebied van Enschede komen in actie. Ze willen geen windmolens in hun achtertuin en ze zijn dan ook niet blij met de campagne die de gemeente Enschede voert. Afgelopen weekend hebben de bewoners spandoeken opgehangen, onder meer bij het Aamsveen. Niet alleen de buurtkring Esmarken, maar alle buurtkringen in Enschede die zijn tegen aanleg van windmolenparken en grootschalige aanleg van zonnevelden. Dat zal heel jammer zijn om het buitengebied van Enschede op deze manier te verpesten. Nou, dit zou de plek zijn. Vanaf hier zou je achter die bomenrand zou je 2 torens te zien staan. Daar iets verder achter nog eens keer 8. Je moet voorstellen, het is hier achter en die dingen worden 193 meter hoog. Dat heeft een slagschaduw van 1 kilometer. Dus als de mensen bij ons straks in de tuin liggen bij het zwembad netjes lekker te genieten, hè, van het mooie Twentse landschap, dan krijgen ze iedere keer zo'n slagschaduw eroverheen.
Ik denk dat we uiteindelijk de tent kunnen sluiten hier. Wij zijn van mening dat er genoeg alternatieven zijn. Dat zijn zonnecollectoren in de bebouwde kom, op allerlei plekken, op daken, op industriegebieden. Zonneboilers, ook een goed alternatief. En misschien op industrieterreinen daar wel eventueel een windmolen. Met de buurtgemeenschap hebben wij rond de 14 spandoeken opgehangen om aan te geven dat wij tegen wind zijn. Tegenwind 053 is een organisatie die opgezet is om aan te tonen dat het ook op een andere manier kan en op een andere manier moet, zodat burgers geen last hebben van subsidievretende organisaties. En jullie hebben al spandoeken opgehangen. Wat is de volgende stap? Ja, nou, we zijn nu met de raadsleden van de gemeente zijn we in bespreking. Om te kijken of we in ieder geval op een nette manier eruit kunnen komen. Ja, als we er voor de rest niet uitkomen, dan zullen er steeds meer harde acties komen. En we zullen wel zien naartoe gaat wat dat betreft. Stanwijl, die heeft een enquête onder de burgers van het buitengebied rondgestuurd. En wij hopen dat daar ook uitkomt dat de mensen dezelfde mening zijn toegedaan als de buurtkringen. Maar de mensen die hier zitten zijn er natuurlijk met z'n allen, zijn we er, ja, hebben ze iets van, dat doe je niet. Dat doe je niet in een mooi natuurgebied als Staansveen. En dan het weer. Ja, veel regen vandaag, maar vanavond wordt het droog. De temperatuur zakt komende nacht tot 2 graden. Morgen overdag blijft het ook droog. Het is wel bewolkt. Met 4 graden is het iets frisser dan vandaag. En vanaf woensdag gaat de temperatuur langzaam omhoog. Aan het einde van de week halen we zelfs dubbele cijfers. En de zon komt ook vaker tevoorschijn. Tot zover het nieuws. Hierna kunt u kijken naar het veld op. Nu is het NOS Nieuws in 60 seconden. Nog een hele fijne avond.